Zeg nou eens heel eerlijk, hè? Heb jij een moment gedacht van, yes, het seizoen gaat niet door, dus ik hoef geen zaalfinale te missen? Eerlijk zeggen. Ja, nou, het kwam voor mij niet heel slecht uit, zeg maar. Nee, zo laten we het daarop houden. Brett Zuidwecht, we gaan straks hebben over jouw blessure, dat je weer terug bent. Eerst even over de situatie dat je überhaupt weer mag gaan korfballen. Ja. Ben je daar blij mee? Ja, zeker weten. Ja, waarom? Ja. Nou, het heeft voor mij lang genoeg geduurd. Nou, lang genoeg. Ik ben bijna een jaar lig ik er al uit, dus ik kijk er heel erg naar uit om weer te beginnen. En ook in deze omstandigheden, we hebben ons er maar aan te houden. Ja. Ja. Dat is wel een beetje gek, want jij doet PABO, je hebt stage gelopen bij een basisschool, je zit zelf op een hogere school. Dat is allemaal dicht, maar ondertussen mag juf Brett wel lekker gaan sporten. Ja, daaromheen let ik wel op de regels die er gelden. Dus je blijft in een beperkte bubbel. Je ziet zo weinig mogelijk mensen. Nou, en vooral op je klachten letten of je ergens last van hebt. En ja, dat is protocol. Ja, als jullie straks die finale halen en papa of mama Zuidwecht is een beetje verkouden, moet je thuis blijven. Ja, ja. Ga je dat doen? Ja, dat moet wel. Ja? Ja, dat moet wel. Oké, je mag wel wat harder praten, ook al is Wim aan het praten daar. Gewoon lekker hard praten. Dus nee, ja. Dan ga je wel gewoon thuis blijven. Ja, zeker weten. Ik hoop dat je eraan houdt. Ik denk het niet. Nou, het moet. Ja. Ik mag niks anders. Net als, zoals nu zijn er mensen die het lastig vinden om wel of niet trainen. Ja, we hebben ons allemaal aan verantwoordelijkheid te houden. Maar training is natuurlijk anders dan straks een echte belangrijke wedstrijd. Ja, dat is zeker weten wel. En je moet vooral naar je eigen lichaam luisteren. Heb je klachten? Ja, dan niet. En gewoon luisteren naar het protocol. Ja. Ja. Naar je eigen lichaam luisteren. Je maakt zelf het bruggetje. Ja. Hoe is het met de linkerknie? Goed. Ja, zeker weten goed. Ik heb er vertrouwen in. Het voelt goed. Ik heb eigenlijk weinig tegenslag gehad tot nu toe. Dus dat is eigenlijk heel erg prettig. En het is nu gewoon verder bouwen. Want dat was er nou. Het was in november, hè, tegen Tempo is gebeurd. Ja. Ja, het was eigenlijk heel lullig. Ik stapte verkeerd en daardoor ging ik een soort van door mijn knie. Toen is mijn meniscus in zijn scheurtje ingekomen en een stukje van mijn kraakbeen was weg. En dat laatste was eigenlijk het meest heftige wat er was. Ja. Want ik had me eigenlijk voorbereid op het ergste en dat was voor mij een kruisband. En toen kwam ik bij mijn orthopeed terecht en die zei, ja, het is geen kruisband. Dus ik was ook al helemaal blij. Maar toen bleek het mijn kraakbeen te zijn en dat is toch nog wel even een stapje verder. Ja, en toen was het seizoen voor jou voorbij. Ja. Een paar maanden later sowieso het hele seizoen. Zeg nou eens heel eerlijk, hè? Heb jij een moment gedacht van, yes, het seizoen gaat niet door, dus ik hoef geen zaalfinale te missen? Eerlijk zeggen. Ja, nou, het kwam voor mij niet heel slecht uit, zeg maar. Nee, zo laten we het daarop houden. Ja, nee, dat snap ik ook heel erg goed. Ja. Weet je, topsporters zijn ook individualistisch. Ja, individueel wel. Maar voor het team, we waren best wel goed op weg. En ze waren zonder echt goede wedstrijden, hebben ze laten zien. Dus. Ja, maar ik waardeer je eerlijkheid. Ja. Ik denk dat elke topsporter zo in staat van, yes, ik hoef dat niet te missen. Ja, ja, het was dubbel inderdaad. Dit jaar gaan we de echt goede Brett Zuidwecht weer zien. Want je was echt heel lekker op weg. Ja. Dat is natuurlijk bekend. Je bent 21, ik weet niet of je dan nog een talent bent, maar jarenlang het grootste talent uit bij de dames van Nederland. Gaan we dat terugzien dit seizoen? Ik hoop het. Ik ben er in ieder geval hard voor aan het werk. Bij ADA ben ik nog, mijn fysio ben ik nog 3-4 keer per week naast andere training aan het trainen om mijn knie nog sterker te maken en verder ook mijn lichaam nog sterker te maken. Dus ik hoop het echt. Ja, nu ben jij min of meer echt de opvolger van iemand anders met heel veel knieproblemen, hè? Susanne Struik. Ja. Heb je met haar eigenlijk gesproken? Nou, met Suus spreek ik af en toe wel, want bijvoorbeeld vorige week had ik niet een goede warming-up gedaan, toen had ik wat last van mijn knie. Nou, dat is voor mij weer gelijk een hele stap terug. Zoals ik zei, ik heb nog geen last gehad. En Suus was er toevallig en die zei, nou, daar heb ik toen even mee gesproken. En ja, dat gaf me wel even besefmomentjes. Ja, en zij zegt altijd, het moeilijkste vond ik om volledig te gaan. Ja. Om mezelf helemaal over te geven. Ja, dat heeft wel even geduurd bij mij hoor. Maar ik heb bij Jong Oranje wedstrijden gespeeld. En ik merkte wel, in hoe meer wedstrijden ik ging spelen, hoe meer ik durfde, zeg maar. En hoe meer duels ik ook in durfde of wat dan ook. Nu spelen twee oefenwedstrijden tegen Top en tegen Fortuna. Daarna gaat het om het Echi beginnen. Denk je dat je dan weer helemaal durft of heeft het tijd nodig? Ik denk dat het toch nog wel eventjes nodig heeft. Maar wat ik zei, het komt denk ik wel in de tijd. Ja. Dus bij die play-offs dan sta je er gewoon. Ja, dan moet ik voor alles gaan, ja, zeker weten. Heel veel succes. Ja, en volgens mij heb je er heel veel zin in, want je zit te stralen. Heel erg. Nou, ga je gang lekker beneden trainen. Dankjewel.